Inmiddels kunnen Vincent en Pamela alle speciale verrichtingen wel dromen. Maar of ze deze ook allemaal vlekloos uit kunnen voeren, daar komen we vandaag achter. Vandaag leggen Vincent en Pamela namelijk het AVB-examen voor de motor af. Waar staat achter? Je staat erachter. Oh ja. Snelle slalom. Dit is remmen. Slalom. Ja, dit is vertragingsoefening. Ja, vertragingsoefening. Na wat laatste tips van de rijinstructeur mogen Pamela en Vincent laten zien dat zij de motor goed beheersen. Helaas staat het CBR niet toe dat het tijdens de examens gefilmd wordt. Maar zowel Vincent als Pamela hebben goed nieuws. Hey, gefeliciteerd hoor. Oh yeah. Die twee die ik normaal het beste deed, die... Ja. Maar? Je probeert het heel kil te blijven, maar uiteindelijk is het toch wel... Best spannend. Dus hak over de sloot. Maar hij, tegen je wilde hij is binnen. Je wil het beter doen, John. Met het AVB-examen achter de rug komt het motorrijbewijs voor Vincent en Pamela steeds dichterbij. Inmiddels zijn Vincent en Pamela tijdens de lessen bijna alleen nog maar op de openbare weg tussen het verkeer te vinden. De lessen verlopen goed en het zelfvertrouwen groeit. Vond je het gaan? Goed. Ja? Nou, ik moet zeggen, ik heb jou liever voorop dan dat ik zelf voorop rijd. Waarom? Ik ga een beetje bij jou afkijken. Af en toe een beetje meer gas geven. Ja. Ja. Iets pittiger rijden nog. Ja. Het stoplicht weg naar het gewoon. Weet je, de kick voelen van... voel je het nu niet? Ik voel hem wel, maar ik heb ook wel nog mijn bochtjes en zo. Dat ik denk, oh ja, wacht. Hoe kan het hier het beste... Van erin gooien. Oh nee. Ik denk, wat is het ergste wat kan gebeuren? Ja. En er gebeurt bijna niks. Ik heb van jou in de bocht gehad, met tactiek. Toen begon je een beetje te stuiten met achterhoek. Dat was niet zo leuk. Nee. Maar dan moet je gewoon heel rustig met gas blijven. En een beetje bij het hebben met het achterhoek. Jongen. Gewoon meer gas.